wonderkind. Zo zou ik mezelf in ieder geval niet noemen. Ik denk dat ik wel, tenminste met wat werk en met wat geluk, dan komt het goed. Hij mag zichzelf dan geen wonderkind noemen, bijzonder is hij wel. Jor van der Horst heeft door zijn schoolprestaties in Nederland de opleidingen voor het uitkiezen, maar gaat naar Amerika. Naar Princeton University, waar veel beroemde Nobelprijswinnaars studeerden. Omdat daar de combinatie tussen dans of tussen sport en studie een stuk makkelijker te maken is. Ja, studie gaat mij redelijk makkelijk af. En dans is ook mijn passie, dus die combinatie is eigenlijk perfect. Spannend en superleuk. En we hebben het erin gestopt. Maar als we terugvliegen vanuit het wegbrengen naar Princeton, dan gaan de traantjes komen. Op Princeton University gaat Jor dansen combineren met studie. Hij weet al van kleins af aan wat hij wil worden. Of choreograaf of artistiek leider. Ik wou vroeger brandweerman worden. Ja, nou dat wilde ik ook, maar dat is hem toch niet geworden. Studeren en dansen, het slokt al zijn vrije tijd op. Maar straks longt het studentenleven in Amerika. Maar Jor gaat er niet in de lampen hangen. Nee, klopt. Onder 21 mag ik niet drinken. En dan kom ik ook wel echt in problemen als ik dat wel ga proberen. Maar de feesten daar die zijn ook zonder alcohol wel leuk genoeg.